Goedenavond, welkom bij Ter Zake. Is er op rechts opnieuw ruimte voor Lijst De Dekker? Jean-Marie De Dekker sluit het alvast niet uit. Hij is onze gast. Clash tussen de tech-titanen. Mark Zuckerberg wil met Threads Elon Musk en Twitter doen vergeten. En de Nederlandse regering stond op springen vanwege een verscherpte asielwet. Er lijkt nu toch een uitweg gevonden. Is dit dan het ei van Columbus? Dat weet ik niet, maar we proberen in ieder geval wel weer een stap verder te komen. Ik ga daar niks over zeggen. Ik wil daar eigenlijk helemaal niks over zeggen. Ik geef er gewoon geen commentaar op. Ik ga er helemaal niks over zeggen, omdat die gesprekken gaande zijn en ik daar pas iets over zeg na afloop. Hopelijk zegt NOS-correspondent Arjan Noorlander straks wel iets. Het is vrijdag 7 juli, dit is Ter Zake. Doet hij het of doet hij het niet? Benieuwd of we zo meteen een eenduidig antwoord krijgen. Maar na de voorzitterscrisis bij de Open VLD ziet Jean-Marie De Dekker weer een opening op rechts. Ruimte genoeg voor een heropstanding van zijn partij, LDD? Dat zou een nieuw hoofdstuk betekenen in een bewogen stukje politieke geschiedenis. Stijn Valk. Opkomen tegen gans het establishment, opkomen tegen gans de partij. Dat is een bijna onmogelijke taak, maar ik heb vele, vele onmogelijke taken gewonnen, hoor. Voorzittersverkiezingen bij VLD, zoals de Liberale Partij in 2004 nog heet. Jean-Marie De Dekker werpt zich op als brutale uitdager. Maar de underdog delft het onderspit. Jean-Marie De Dekker haalde 10.187. En dan die andere kandidaat haalt 13.414. Voor eerst, vrienden, vragen onze leden met aandrang dat er een einde komt aan het gekibbel. Nu is het moment daar om de rangen te sluiten, elkaar de hand te drukken en samen onze blik naar de toekomst te wenden. Samen naar de toekomst, maar niet meer voor lang. De Dekker is het steentje in de schoen bij de liberalen. Flirten met het belang, in een boek pleit hij tegen het cordon. In 2006 komt hij als lokale lijstduwer in Oostende in de clinch met lijsttrekker Bart Tommelijn. En voorzitter Somers grijpt in. Ik moet tot mijn spijt, mijn grote spijt, vaststellen dat Jean-Marie De Dekker zich de voorbije dagen heeft laten zien als een onverbeterlijke ruziemaker en een nestbevuiler. Ja, wordt uit de partij gezet. Zo wordt hij uit de partij gezet, hè. Ik verneem dat van jullie. Politiek dakloos is De Dekker niet lang. Achter de schermen was hij al bezig aan een plan. En na een paar weken dropt hij een bom in de wedstraat. Echt nieuws is het dus ondertussen niet meer. Jean-Marie De Dekker wordt lid van de N-VA. Maar de N-VA is op dat moment in kartel met CD&V. En CD&V zegt nee. Mijn partij is geen Spaanse herberg waar iedereen zomaar kan komen binnenwaaien. Deur weer toe, de tweede politieke exit van De Dekker op 2 maanden tijd. De oude judocoach is gevloerd. En vandaag heeft dus in feite Bart De Wever heeft mij verraden. Want op de partijraad heeft hij zelfs een pleidooi gehouden tegen mij en voor het kartel. 123 mails, 2 uur tijd. Recht een nieuwe partij op De Dekker. Als ik nergens binnen mag, dan richt ik maar zelf een partij op. De federale verkiezingen van 2007 zijn nauwelijks 4 maanden later. En de criticasters onder u zullen waarschijnlijk zeggen: een lijst De Dekker, wat een pretentie. Maar aan criticasters heeft De Dekker lak. Het wordt een korte, intense campagne met veel handjes schudden, maar niet overal. Als je dan mijn hand niet meer wil schudden. Dan heb je mijn hand niet meer wil schudden. Dat is gewoon niet anders. Ik heb het altijd eerlijk ingericht over de stand van zaken. Jawel. Toch wel. Dat je een eigen geweten mist. Het ziet er niet goed uit. Wat er wel goed uitziet, is het LDD-verkiezingsresultaat. 5 kamerzetels haalt hij binnen. Jean-Marie, proficiat. Ja. Het is een van de topdagen. Ik heb veel fantastische kijk. Ze staan naast mij. De mooiste dagen van mijn leven gehad. Olympische medailles, wereldkampioenschap, geboorte van je kinderen. Maar het zit daartussen. Ja, het zit daarin. Het is een van die topdagen van je leven. Ja. Trek het verleden uit de stekker en stem voor Lijst De Dekker. Dat is de Louis Tobak. Ja.
Dus de Dekker Meloito bak, voilà. Daar, hè. Kan Lijst de Dekker de stunt herhalen bij de regionale verkiezingen in 2009? Door het onverwachte succes zijn er plots veel vrienden, sympathisanten en kandidaat-kandidaten. De campagne loopt door heel Vlaanderen tot in onze enclaves toe. Hij spreekt, vind ik, hij zegt hetgeen bij de bevolking ligt. Ja, belangrijk. En wij maar werken, hè. En wij maar werken. We hebben een trendbreuk gebracht in de Vlaamse politiek. We zijn steeds op campagne. Omdat we niet meedoen aan slogans tussen de mensen, midden de mensen. Wij zijn de mensen. Gold is voor de NVA, zilver is voor de CD&V. Ja, en wat ze er ook van zeggen, dat is het tweede slechtste resultaat van de CD&V sinds de Tweede Wereldoorlog. Lijst de Dekker dicht zich de bronzen medaille toe, maar had wel op meer gehoopt. Een pak teleurstellender is het resultaat in 2010 bij de federale verkiezingen. Nog maar één zetel. Lijst de Dekker loopt langzaam leeg. Na de partij stunt de implosie. In 2014 raakt de Dekker niet herverkozen. Voor de lijst lijkt het over, maar voor de Dekker nog niet oud. Vraag me nog niet hoe. Ik ben nog mijn wonden aan het likken. Laat staan dat ik ze nog moet dichtnaaien. Laat staan dat ik nog aan de revalidatie bezig ben. Maar we zullen zien wat de toekomst brengt. Opgeven staat niet in mijn woordenboek. In 2019 wordt hij burgemeester in Middelkerken. En met de N-VA raken de brokken gelijmd en zo komt de Dekker toch opnieuw in het parlement. Al gaf hij in 2020 al aan dat hij zich in dat parlement nutteloos voelt en zijn plaats wil afstaan. Maar een mens, en zeker een politicus, kan al eens van mening veranderen. Ik heb maar één vraag, heer de ministers. Wanneer zullen jullie stoppen met kakelen en wanneer gaan jullie eindelijk eieren leggen? Ik dank u. En hij is hier, Jean-Marie de Dekker, onafhankelijk Kamerlid. Hè? Goedenavond. Ja. Is het zover? Komt Lijst de Dekker terug? Wel, ik ben verwonderd dat ik lees vanmorgen in de krant. Er heeft iemand ergens uit de biecht gesproken met een journalist. En dan krijg je onmiddellijk een telefoontje gisteravond. Kom je terug? Ik zeg, ik antwoord daar momenteel nog niet op. Ik wil wel toegeven, er wordt niet alleen aan mijn mouw getrokken. Er wordt mijn arm wordt bijna uit de kom getrokken. En ik word benaderd door heel wat mensen om terug te keren. Maar dan is het een beetje beu. De idiote manier waarop wij geregeerd worden, waarop er gelogen wordt, waarop dat er een debakel aan het gebeuren is op dit vlak. En de mensen komen naar mij kijken. Zou je nog een keer willen inspannen? Er zijn heel wat mensen die dit vragen. Ten eerste heb je het asielcentrum van mensen, denk maar aan de VLD. Er zijn mensen vanuit de VLD, ook parlementairen vanuit Open VLD. Want de VLD heeft niet alleen in zijn voet geschoten, ze hebben hun benen geamputeerd. Dus ze weten dat ik qua instelling niet alleen liberaal, maar zelfs libertair ben. Maar er zijn dus ook een heel grote unserved audience. Mensen die het beu zijn. Kijk, sierig het volk mordt. En u zou hen kunnen vertegenwoordigen? Wel, men komt mij halen. Ja. Ik zit heel goed gebijpeld. Ik kan geen slecht woord zeggen over de N-VA. Ik krijg daar ontzettend veel steun ook. Ik doe mijn gedachte, ik doe wat ik wil. Waarom zou u daar niet blijven? Ik ben burgemeester van Middelkerken. Ja, waarom zou u daar niet blijven? In die rol bedoel ik, als onafhankelijke bij N-VA? Ik kan in die rol blijven. Anderzijds ben ik ook 71 jaar. Ik was eerst al niet van plan om nog een keer in 2019 op te komen. Maar ik stond dan op de laatste plaats op de lijst. Ik had de vierde meeste stemmen in West-Vlaanderen, zelfs meer dan de lijsttrekker van de Open VLD, dat Vincent van Quickenborn was. En nu komt mij iemand terughalen en er is een heel groot gat in de markt. Er is heel veel misnoegdheid in de markt. Er is een plaats tussen de traditionele partijen, N-VA erbij en het Vlaams Belang. En ik voorzie een heel grote zwarte zondag op 9 juni volgend jaar. En op 10 juni denk ik dat de media terug heel grote analyses zullen maken. Maar ondertussen hebben we terug een zwarte zondag gehad. En ik denk dat er daar een gat is in de markt, dat er iemand moet opvullen. En u zult mij nu vragen of ik dat zou doen? Als ik het doe, is het inderdaad daarvoor. Ja? Er is een heel grote unserved audience. Maar ik zeg nog niet dat ik het zal doen. Ik zit gebeiteld als burgemeester.
Ik kan de mensen van Middelkerken geruststellen. Ik wil heel graag burgemeester blijven als zij voor mij stemmen. Maar wat ik zal doen, ik heb 3 keuzes, waar stop ik ermee? Wat, de mens van, wat u al zei, hè, van de, het kost mij te veel levenskwaliteit, te lang onderweg naar Brussel de, en zo, het ja, wordt al een dagje en wat ouder. Ook de wens van mijn vrouw is, want ik krijg stilaan castratieangst als ik zeg dat ik terugkeer. Oké, dat is één scenario. Ja, maar anderzijds zeg je ook, verdorie, de passie zit in het beestje en er zijn heel wat jonge mensen... Heel wat jonge mensen die zeggen, verdorie, het is het moment om iets te doen. Wil grootvader zich daarvoor een keer inspannen? En ik denk daar echt aan. Ja, maar dat zou dan betekenen... Want u weet wat dat is, hè? U hebt het al gedaan om een partij uit de grond te stampen. Ook al is er die naamsbekendheid. Dat vergt mensen, middelen, veel energie. Hebt u dat er allemaal voor over? Want u weegt toch ook in het parlement via N-VA, de plek waar u nu zit. Ja, maar ik weeg in het parlement dat ik onafhankelijk ben en de freedom of speech heb en daar iedere donderdag ook als een soort persconferentie gebruik van maak. Want ik kan heel goed dit idiote kabinet kan ik heel goed op de rooster leggen. U hebt uw spreekrecht elke week. Wat ook niet moeilijk is. En maar mensen... dus waarom zou u dan een eigen partij opnieuw oprichten met alle risico's op basis, van die... Omdat het mij ook gevraagd wordt. En omdat ik ook zie dat er is de noodzaak aan iets te doen tussen het Vlaams Belang en tussen de traditionele partijen. Alle traditionele partijen liggen op apengapen. Dus er is een heel grote misnoegdheid in de bevolking. Ik kom ontzettend veel onder de mensen, durf het woord bijna niet meer gebruiken. Ik krijg overal de vraag, verdorie, jij durft het zeggen, jij durft het doen. Ja. Maar denkt u dan aan West-Vlaanderen of denkt u dan aan een lijst landelijk? Als je iets doet, moet je het algemeen doen. Dan is het algemeen. En u hebt genoeg mensen, denkt u, die dat mee willen mogelijk maken? Mensen die nu aan mijn mouw trekken, ik geef grif toe, wij praten, ik heb geen beslissing genomen. Oude medestanders zoals Lode Verreken bijvoorbeeld. Heel wat oude medestanders, maar heel wat nieuwe mensen. Ook nieuwe. Uw zoon onder andere heeft ook politieke ambities. Ik heb ooit gezegd tegen mijn zoon, als je in de politiek stapt, ga ik je onterven. Ondertussen is hij kandidaat om de lijst De Dekker op te richten in Nieuwpoort. En hij behoort tot een groep van jongeren. Jongeren, hij is ook al 44 jaar. Dus het gaat niet over het jeunisme aan zich. Het gaat niet over het feit... Mensen de zoontjesfabriek, die verantwoordelijkheid willen nemen. Daar doe ik absoluut niet aan mee. Maar het is die mensen die dagelijks... 53% van hun inkomen aan de overheid geven, die zien dat ze niks terugkrijgen. Ja. Als mijn zoon zijn kind naar de kindercrash doet, betaalt hij 34 euro. En de stempelaar betaalt 4 euro. En er is een totale scheeftrekking in de maatschappij. Ja. En die zeggen tegen mij, jij hebt... De autoriteit is een groot woord, maar je hebt de uitstraling, je zegt je mening. Wil je het trekken voor ons? En zouden daar dan ook bijvoorbeeld leden van Open VLD bij welkom zijn? Ja, maar ik ben geen asielcentrum van misnoegde mensen. Ik heb dat meegemaakt en de partij heeft daar ontzettend onder geleden. Natuurlijk, iedereen zou welkom zijn, want u doet nu alsof het al aan het gebeuren is. Nou, ik krijg die indruk als ik u bezig hoor, omdat u zo gloedvol spreekt. Ja, maar ik ben boos. Ja. Ik ben echt boos. Ik ben boos op deze regering. Die speelt met onze toekomst. Denk maar aan het energiedossier. We zijn samen met Duitsland het enige onnozel land ter wereld dat zijn kernnetcentrales sluit. Kijk, we zitten met een gat in de begroting van 23 miljard euro. Al dergelijke zaken. We zitten met een pensioenlast van 63 miljard euro. Men weet niet hoe dat men betaalt. Men is bezig. Ministers die liegen. Ministers die, zoals Van den Broeke, die weigeren documenten af te geven. Het is de slechtste regering sedert Wereldoorlog 2. En ik ben boos. En u wil dat en kan dat veranderen? En ik ben boos. Ik wil iets doen. Ik doe dat nu ook al. Dus u kijkt iedere week ook naar het parlement. Ik wil iets doen. Maar de grote keuze voor mij is, ik ben 71. Ik ben 71, mijn echtgenote staat niet te popelen ervoor. Mm-hmm. Anderzijds kun je zeggen, ik kan ook blijven zitten. De N-VA vraagt, en ik heb geen slecht woord over de N-VA, alle steun dat er is, krijg ik van de N-VA. Dus zij vragen ook u eigenlijk om te blijven in de rol die u nu hebt? Dit vragen ze ook, ja. Dus als u nu hier in de studio en in kranten zegt van, ik word ook door anderen aan mijn mouw getrokken voor een partij, dan zegt u eigenlijk ook, N-VA, ik ben gegeerd... Ik drijf de prijs op deze manier? Ja, maar ik heb geen... Welke prijs zou ik opdrijven aan de N-VA? Meer plek vragen voor mensen die uw gedachtegoed delen? Ik vraag geen plek. Ik vraag geen plek voor niemand. Nee. Ik heb dat ook in 2019 niet gedaan. Ik heb dat gedaan... Maar toen had u wel uw opvolger zelf aangewezen, hè? Ik heb toen gezegd... Toen had u Joren Vermeers naar voren geschoven, ik toen als mijn opvolger... Zou nu ook kunnen, natuurlijk, dat u zegt van die twee plekken bijvoorbeeld en twee opvolgers. Dat zeg ik. Ik heb de keuze. Ja.
Ik heb de keuze, maar ik ben zo boos op dit beleid. Ik ben zo boos dat er iets moet veranderen. Ik ben ook zo boos dat men de democratie niet respecteert. Ja. Want ik ben absoluut tegen het cordon sanitaire. Ja, ben maar gelooft u dan eigenlijk niet in de kracht van verandering om die slogan even te lenen van een partij als N-VA? Ziet u hen dat niet volbrengen dan? U alludeert waarschijnlijk op een brief dat mijn zoon geschreven heeft op doorbraak. Ja, de kracht van verandering is er inderdaad niet gekomen. En ik denk dat het moment is, als er nu geen verandering komt, dan weet ik niet waarmee dat land naartoe gaat. Mm-hmm. En als men straks komt, dat men nu zijn met 7 partijen, kruk en houten been, die zitten tegen elkaar aan. Straks moet maar 9 partijen zijn. En ik zeg, het cordon sanitaire moet ook doorbroken worden. De democratie moet spelen in dit land. En ik zou daar een rol kunnen inspelen. Dat Duidelijk. Is ook een van de bedoelingen. Waar hangt de beslissing? Hè? Want ik begrijp dat u hier niet gaat zeggen, dit wordt het, dit ga ik doen. Waar hangt de beslissing dan nog vanaf? Ik ga dat ook niet zeggen om als bezig. Plots krijg ik het telefoon van een journalist. Het is komkommertijd en ik zit hier s'avonds in de studio. Ik zal het zeggen, met het begin van het parlementair seizoen, dat is september, oktober, zijn mensen die aan mijn mouw trekken, kijken of het serieus is. Er is ook een financiële kant aan de zaak en dergelijke meer. Maar het komt voort uit mijn boosheid en niet uit plat opportunisme. Ik kan te rustig terug de lijst doen voor de N-VA en terug in de Kamer belanden. Maar dat is mijn bedoeling niet meer. Ik wil nog iets doen in deze maatschappij. En er is momenteel een gat in de markt en dit kun je rustig gaan opvullen. Dank u wel. Dat is duidelijk. Dan zien we misschien wel terug in september. Wie weet. Dank u wel alvast voor de komst, meneer De Dekker. En dan begrijp ik, is er nieuws, heet Van de Naald, vanuit Nederland. Want daar was van alles aan de hand de afgelopen dagen. Zometeen meer van de correspondent daar. Politieke poker of principiële standvastigheid? Dat was eigenlijk de vraag. Premier Rutte duwde zijn eigen regering nu al dagen richting de afgrond omdat hij de asielwet wil verscherpen tegen zijn coalitiepartners in. Een overzicht van het weg en weer van de afgelopen 24 uur. Emiel van Nieuwenhuizen. Goedenavond. Het voortbestaan van het kabinet Rutte 4 is uiterst onzeker. Heel veel mensen dachten, aan het begin van de week zag het er eigenlijk normaal uit. En nu zitten we in één keer in een gigantische crisissfeer. De meeste VVD en CDA-kiezers willen dat hun partij uit het kabinet stapt als gezinshereniging niet beperkt wordt. Oh, nieuws. Het kabinet staat op vallen. Oh, echt? Het valt me. Heel mooi. Ja? Laat maar gauw vallen, toch? Weg ermee. We zijn in een proces in het kabinet om te komen tot afspraak over migratie. Dat is een proces in stappen. En vanavond was een stap. Is de stap positief of negatief? Ik zeg nooit iets over de kwaliteit van de stappen, zolang geen eindresultaat. U bent optimistischer dan gisteravond. Nou, volgens mij heb ik gisteravond ook niet zoveel gezegd. Ik vond optimistischer naar buiten dan dat u naar binnen ging. Nou, ik ben nu moer dan ik naar binnen ging. Premier Rutte zou wel zijn excuses hebben aangeboden voor zijn opstelling tijdens het overleg van woensdagavond. Een excuses met name gericht aan de ChristenUnie, want die voelde zich in een hoek gedrukt. Maar inhoudelijk, voor zijn inhoudelijke standpunt, daar heeft hij geen excuus voor aangeboden. Dat blijft overeind staan. Gaat er een uitkomst komen vandaag? Ik weet het niet, mensen. We gaan gewoon weer in gesprek. Kan ook nog weken duren. Wat we te doen hebben is gewoon te zorgen dat we in het midden tot een oplossing komen. En dat kan echt. Ik ben ervan overtuigd dat als je dat wilt, dat het ook kan. Iedereen is van goede wil. We kijken natuurlijk anders vanuit eigen overtuiging naar sommige aspecten van de problematiek. Maar iedereen wil een goede, effectieve oplossing vinden die ook recht doet natuurlijk aan het feit dat het om mensenlevens gaat. We zijn al een hele tijd bezig en alle informatie ligt al op tafel en we moeten met elkaar kijken, kunnen we er samen iets van maken, ja of nee? En we gaan naar Arjan Noorlander. Goedenavond, Arjan, correspondent, politiek verslaggever bij NOS. Ik begrijp dat er uiteindelijk dan toch geen ei van Columbus is gevonden. Klopt dat? Klopt, de top van het kabinet heeft ook vandaag weer een heel groot deel van de dag hier achter mij vergaderd met elkaar om de crisissituatie toch nog tot een akkoord te laten komen. Maar een minuut of 10 geleden bereikten ons berichten van binnen dat dat mislukt is. Dat er geen nieuwe migratiemaatregelen zullen komen. En dat dan dus ook per saldo het kabinet in Nederland is gevallen. Ja, het kabinet is gevallen. Dat is inderdaad groot nieuws. Hoe is het zover kunnen komen? Was dit altijd echt de bedoeling van Rutte? Of is er iets ontspoord dat hij niet meer controleerde?
We weten het niet precies. Mark Rutte is al natuurlijk jaren voorstander van strenger migratiebeleid, maar was altijd bereid die eisen voor een coalitie af te zwakken, zodat hij die coalitie kon vormen en ook premier kon worden, eigenlijk al 13 jaar lang. Maar ineens afgelopen maandag, nadat ook deze coalitie alweer lang aan het spreken was over nieuwe migratieplannen, kwam er een deadline van premier Rutte. Hij zei, ik wil dat het veel strenger wordt dan deze coalitie dat eigenlijk eerder had afgesproken. En ik wil, zei hij erbij, dat er vrijdag een deal ligt. Nou, die vrijdag is vandaag en die deal ligt er niet. En dus valt zijn kabinet. Nou, dan zijn er dus inderdaad twee mogelijkheden open. Eén is dat de premier hier altijd al op afstuurde. Dat hij wist dat zijn eigen achterban van de VVD inmiddels die hardere eisen echt wil hebben. En dat hij dat dus zo hard moest eisen dat hij ook wel wist dat hij daar vervolgens een kabinetsval mee zou uitlokken. En dus ook nieuwe verkiezingen in Nederland in de hoop dat die stoerheid, kijk nou, ik heb wel een keer doorgepakt, daar uiteindelijk toe kan leiden dat hij het in de verkiezingen met zijn partij weer een keer goed doet. Maar het kan ook zijn dat het een grote politieke truc was. Een truc om de coalitiepartijen verder te krijgen dan ze ooit wilden. Maar als dat het plan was, dan is die truc, weten we nu, inmiddels goed mislukt. Ja, want nu dus verkiezingen in het verschiet. Wie kan hierbij winnen? Wie verliest? Hoe liggen de kaarten op dit moment? Valt dat in te schatten? Dat is moeilijk in te schatten. De verwachting is wel dat Mark Rutte dit ook doet, omdat hij weet dat dit kabinet niet populair is bij zijn achterban, mede vanwege het uitblijven van die migratieplannen. Dus de verwachting is ook dat hij door wil, dat hij zich vrij snel nu zal opwerpen als de nieuwe lijsttrekker en nog een keer gaat proberen voor de vijfde keer om premier te worden van Nederland. Je zou kunnen zeggen, het is goed voor de ChristenUnie, de partij die op dat asielvraagstuk bij hem in de coalitie zat, maar volledig tegenover hem stond. Zij hebben de rug recht gehouden en willen juist opkomen voor de plek van asielzoekers in Nederland. Je zou kunnen zeggen, ook zij winnen politiek, want zij laten zien dat ze zich niet door premier Rutte in de hoek hebben laten drijven. Maar er zitten ook twee andere partijen in de coalitie, de ChristenDemocraten van het CDA, de Liberalen van D66... die er veel minder goed voor staan in de peilingen, die de afgelopen dagen er ook alles aan gedaan hebben om te voorkomen dat dit zou gebeuren. Die dreigen toch veel moeilijkere verkiezingen tegemoet te gaan. Maar misschien is nog wel het allerinteressantste, als die verkiezingen er na de zomer inderdaad nu echt komen in Nederland, hoe gaat BBB het doen? De boerenpartij die de afgelopen maanden zo is doorgebroken in de Nederlandse politiek, die hebben regionaal verkiezingen gewonnen, maar landelijk eigenlijk nog nooit. Nou, het zal heel interessant worden om te kijken hoe groot die partij gaat worden. Bij de regionale verkiezingen waren ze in ieder geval de allergrootste. Tot slot, Arjan, het is niet dat er niet heel veel werk op de plank ligt, zoals in veel landen op dit moment, een tijd van hele vele crisissen. Hoe lang kan het duren voor er een nieuwe regering is, als er straks inderdaad na de zomerverkiezingen gehouden worden? En ook, wat moet er ondertussen met al die grote dossiers, zoals die asielwet, zoals stikstof, noem maar op. De oorlog in Oekraïne is ook nog altijd bezig natuurlijk. Ja, dit kabinet wordt dan demissionair. Dus ze zullen bij alles wat ze doen toestemming moeten zoeken bij de Tweede Kamer en meerderheden in het parlement om nog iets voor elkaar te krijgen. Dat betekent dat op al die hele belangrijke dossiers dat in ieder geval tot en met de verkiezingen enorme vertraging zal oplopen. En dat is eigenlijk vertraging die Nederland niet kan hebben. Maar ja, dat is nu nou eenmaal niet anders. Ja, en daarna moet er weer een nieuwe coalitie komen. En als je kijkt naar de huidige peilingen van de partijen in Nederland, is zo'n coalitievorming, zeker na deze breuk, buitengewoon moeilijk. De formatie die leidde tot dit kabinet duurde al eindeloos. Nou ja, ik hou me hard vast. Ja, verkiezingen na de zomer ergens, heb ik begrepen. Arjan Noordlander, heel hartelijk dank voor je verslag. Oktober, dank je. Mark Zuckerberg ruikt bloed en neemt de vlucht vooruit. Met een eigen berichten-app genaamd Threads hoopt hij Elon Musk en Twitter voor eens en altijd irrelevant te maken. Wie wordt daar beter van? Dat is een vraag voor zometeen. Eerst de armworsteling tussen de tech-giganten. Bram van de Putten. Ladies and gentlemen, it's the Tech Billionaire Deathmatch you all haven't been waiting for. No, seriously, they are planning to fight.
In one corner, Twitter owner Elon Musk. In the other, Meta CEO Mark Zuckerberg. Een kooigevecht is het nog niet, maar Musk en Zuckerberg zijn ready to rumble. En de eerste uppercut is een feit. Has Twitter finally met its match? It only launched last night, but Meta's new Twitter rival is already exploding in popularity. 10 million users in the first 7 hours. Meta, the company behind Facebook and Instagram, has just declared war on Twitter with their new app, Threads. All right, hey everyone, big news today. We are launching Threads, an open and friendly public space for conversations. It takes the best parts of the Instagram experience and creates a whole new app around text, ideas and sharing what's on your mind. Met Threads zet Meta, het bedrijf boven Facebook en Instagram, frontaal de aanval in op Twitter. Een tijdslijn vol korte tekstberichten van maximaal 500 tekens. Celebrities, CEO's, gewone internetgebruikers, politici, alles en iedereen door elkaar. Klinkt als Twitter en dat is exact de bedoeling. Maar Elon Musk wil terugslaan. Twitter is threatening legal action against Meta over its new text-based social media app called Threads. The company accusing Meta of poaching former employees to create what it calls a copycat application. Vorig jaar wandelde Musk na een stevig overnamebod van $44 miljard als trotse eigenaar binnen bij Twitter. Elon Musk bought Twitter because he used Twitter. It's as simple as that, and he was infuriated by Twitter's effort to silence people on the internet. Zuckerberg spent $400 million in the last election, nominally in a get-out-the-vote campaign, but really fundamentally in support of Democrats. Is that accurate or not accurate? That is accurate. Yes. Does that sound unbiased to you? No, it doesn't. Yes. De flamboyante zakenman had grootse plannen met Twitter. Minder censuur en meer winst. Van 8000 werknemers ging het naar 1500. En ook voor gebruikers veranderde er van alles. Meer advertenties, een controversiële betaalfunctie en afgelopen weekend zelfs een Twitter-limiet. If you're having trouble using Twitter, it's no accident. Elon Musk posted a short time ago that unverified accounts, which would include people not subscribed to Twitter Blue, are now limited to reading only 600 posts a day. Voor Zuckerberg het ideale moment om all-in te gaan. Twitter ligt nog niet tegen de touwen, maar Threads lijkt voorlopig wel een succes. Of het ook meer kan zijn dan een hype, is nog afwachten. So who is gonna win in this round between Zuck and Musk? Well, Zuck clearly seems to have the upper hand with his jiu-jitsu training and a far bigger, more prospering social media empire. But Musk claims to have a move called the Walrus, where he just lies on top of his opponent. Let the battle begin. Collega Bram van de Putten, als ik dat zo zie, threads, wat eigenlijk draden is, het Engels, dat is gewoon een kloon van Twitter. Het is echt wel een kloon van Twitter. Het lijkt er verdacht goed op. Als je de applicatie opent, dan krijg je meteen, je ziet hier ook op het scherm, gewoon tekstberichten te zien. Het lijkt verdacht goed op Twitter. Je kan berichten delen, liken, retweeten, zou het dan op Twitter zijn, maar hier kan je het gewoon doordelen. Of je kan het doorsturen naar mensen die je kent. Dus het is eigenlijk echt wel een Twitter-kopie, kan je zeggen. Ja. Het is voorlopig alleen beschikbaar in de VS. Ja. Je hebt toch al een blik erop kunnen werpen. Hoe is het gebruiksgemak? Het is nog wat meer landen beschikbaar, maar in de Europese Unie nog niet. Groot-Brittannië wel, maar Europese Unie, dat komt omdat er binnenkort strengere regels van kracht zijn voor grote technologieplatformen. En daarom houdt Zuckerberg voorlopig nog even de boot af in Europa. Mm-hmm. Hij wil eerst zien dat de applicatie helemaal die wetgeving volgt die er binnenkort aankomt. Dat is omdat er een link is tussen Threads aan de ene kant en die andere meta-applicatie Instagram. Daar zijn heel nauwe banden tussen en de Europese Unie wil dat toch wel van naderbij bekijken. Dus je kan ze eigenlijk nog niet downloaden in Europa, maar er zijn wel omwegen om ze toch al te testen en dat hebben we gedaan. Oké, en wat was jouw oordeel? Hoe Dat het verdacht goed op Twitter lijkt, dat al ten eerste, maar dat de applicatie wel goed in elkaar zit. Je ziet dat ze niet over één nacht ijs zijn gegaan bij Meta. En we weten ook al eigenlijk sinds maart dat er al plannen waren om een soort van Twitter-versie op de markt te brengen. Dus ze voelden dat er toch wel een publiek was die klaar was voor een Twitter-alternatief. Ja. En je verwees even naar de link met Instagram. Hoe zit dat in elkaar?
Wel, je kan, als je de applicatie opent, dan kan je meteen inloggen met je Instagram-account. Dus je kan je gebruikersnaam zomaar gebruiken op Threads. En je kan meteen alle mensen die je volgt op Instagram ook gaan volgen op Threads. Wat natuurlijk heel makkelijk is om zo heel veel nieuwe mensen te gaan bereiken. Heel veel mensen ook aan te zetten om toch eens een kijkje te gaan nemen. En je ziet het ook in de cijfers. Het is een applicatie die nu iets meer dan 3 dagen bestaat in de Verenigde Staten en andere landen. En er zijn al 70 miljoen gebruikers, wat enorm veel is op zo'n korte periode. Dus dat zegt toch ook wel iets over het feit dat het publiek klaar is om naar een alternatief Twitter te kijken. Ja, je zegt dat nu al 2 keer, maar waarom zouden mensen weg willen van Twitter en dan net daar naartoe willen? Wel, sinds de overname van Musk is er wel wat veranderd. Je zag het ook al in de reportage, er zijn meer advertenties bijgekomen. Elon Musk heeft ook zelf gezegd, we gaan minder streng gaan modereren. Dus bepaalde berichten die bijvoorbeeld tot aanzetten, niet zozeer tot geweld, want daar zit wel nog remmen, maar toch bepaalde berichten die wat extremistischer zijn, die worden wel toegelaten. Meer haat ook op Twitter. Het is ongezelliger geworden. Het is ongezelliger geworden, zo zou je het kunnen samenvatten. En dus zijn mensen toch wel op zoek naar iets waar het wel plezanter is. En het is ook zo dat Threads in de markt is gezet. Het is een soort van plezante, aangenamere versie van Twitter. Ja, maar als ik hoor in jouw reportage dat Twitter zelf het aantal berichten dat je kon zien dit weekend beperkte, dan schieten ze zichzelf ook in de voet. Ja, inderdaad. Dat was een heel opmerkelijke zet, want een sociaal netwerk is gemaakt om zo lang mogelijk te gebruiken, onder andere om meer advertenties te zien. En dan plots kwam er dat bericht van Elon Musk. We zetten de rem op. Je kan maar 600 berichten per dag bekijken. Intussen is die limiet wel wat naar boven gegaan. Dat zou kunnen wijzen op mogelijk serverproblemen bij Twitter. Ze hebben heel wat mensen ontslagen. Er zijn ook wat kostenbesparingen geweest op serverruimte. Dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn. Twitter zelf zegt van nee, dat is het niet. Wij zorgen gewoon voor dat onze gebruikers beschermd zijn tegen het achterhalen van data door gesofisticeerde AI-toestanden. Dus we willen onze gebruikers daartegen beschermen. Daarom staat er een limiet op. Wat de versie ook is, is in elk geval zo dat heel wat gebruikers wel minder Twitterberichten konden lezen. En dat is ook de reden waarom die applicatie Threads deze week is gelanceerd. Facebook voelde echt wel dat er nu een opportuniteit was om die applicatie nu te lanceren en niet nog een paar weken of maanden te wachten. Dus zij springen in een gat dat ze zien van bij Meta uit. En wanneer is dat dan een succes? Wat willen zij hiermee bereiken? Of wat wil Mark Zuckerberg hiermee bereiken? Mark Zuckerberg heeft uiteraard op Threads zelf gezegd dat het heel graag een soort van publieke plaats zou kunnen creëren. Een wereldwijde publieke plaats, eigenlijk wat Twitter ook is, waar zeker 1 miljard mensen op actief zijn. Twitter heeft nu een pak minder gebruikers. Tussen de 200 tot 300 miljoen, naar gelang je kijkt, wekelijkse of maandelijkse gebruikers. Ja, Threads wil echt weer naar die 1 miljard doorstoten. En dan kunnen ze ook het platform gaan gebruiken om er ook geld mee te verdienen. Nu is het nog gratis, staan er geen advertenties op. Het is natuurlijk een commercieel product. Meta is een van de grootste commerciële bedrijven op dit moment. Als het gratis is, dan betalen we met iets anders, zijnde met onze persoonlijke gegevens. Natuurlijk, je hebt Instagram, je hebt Facebook, WhatsApp. Nu komt er Threads ook bij. Dus nog een extra platform voor Meta om onze persoonlijke gegevens te kunnen gaan verzamelen. En op termijn zullen dus ook advertenties op Threads te zien zijn. En is dat veel, 1 miljard gebruikers? Wel, Instagram geeft er op dit moment zo'n 1,5 tot 2 miljard. Dus dat is wel de lat redelijk hoog leggen. Ja. En jij gebruikt Twitter ook. Hè? Als journalist kun je iets meer zeggen over hoe dat werkt, waarom dat nuttig is of niet? Wel, het succes van Twitter is altijd al sinds het begin geweest dat het een plaats is waar allerlei mensen samenkomen. Je kan als gewone gebruiker een account maken en eigenlijk gaan praten met politici, opiniemakers, journalisten. Je kan als journalist ook heel makkelijk mensen gaan vinden, ooggetuigen bijvoorbeeld. Als er een grote ramp gebeurt, kan je heel snel mensen gaan contacteren die ter plekke zijn, maar ook met experts of opiniemakers aan de andere kant van de wereld in contact komen. Dat is altijd het succes geweest van Twitter. Als Threads dat kan kopiëren en ook die mensen kan overplaatsen van Twitter naar Threads, dan zou het wel eens een succes kunnen worden. Belangrijk om daarbij te vermelden is dat Meta niet echt de grootste vriend is van, laten we zeggen, journalisten en nieuwsorganisaties. In Canada is er recent een wet geweest waardoor nieuwsorganisaties vragen aan Facebook, wij willen eigenlijk geld krijgen voor onze content, onze artikels online te plaatsen op Facebook. Facebook heeft daarop gereageerd door te zeggen, dan blokkeren we gewoon alle artikels of nieuwsberichten op onze site. Mm-hmm. Ja, wil je met zo'n bedrijf in zee gaan als journalist of nieuwsorganisatie? Dus daar ligt ook wel nog een belangrijke knoop om te ontwarren om het tot een groot succes te laten worden. En ook, dat zagen we aan die gevechtsscènes, als ik het zo mag noemen, uit je reportage. Elon Musk gaat dit toch niet zomaar laten gebeuren? Nee. Heeft hij mogelijkheden om een tegenzet te doen? Hij heeft gisteren aangekondigd dat hij mogelijk met een rechtszaak zou komen. Dat is niet de eerste keer dat Elon Musk dat doet sinds hij eigenaar is van Twitter, om andere bedrijven zo te gaan beantwoorden. Nu, belangrijk om daarbij te vermelden, er zijn heel wat mensen ontslagen bij Twitter de afgelopen maanden, zo'n 6000 ongeveer. We weten uit getuigenissen van die mensen dat bijvoorbeeld Elon Musk of Twitter niet altijd al te nauw neemt met bijvoorbeeld ontslagvergoedingen. Dat zou mogelijk een contractbreuk kunnen zijn, een
contract dat dan bij het ontslag wordt opgesteld, waardoor die mensen misschien wel bij een concurrent te werk kunnen gaan, bijvoorbeeld Meta. Dat is ook de reden waarom hij die klacht heeft ingediend. Hij zegt, er zijn ex-werknemers van Twitter die nu aan deze applicatie hebben gewerkt, die hebben bedrijfsgeheimen meegenomen en op die manier kunnen ze een applicatie maken. Meta zegt zelf van nee, er is geen enkele ex-Twitter-werknemer die aan deze applicatie heeft meegewerkt. Mocht het tot een rechtszaak komen, dan zal het inderdaad interessant zijn om te zien wat heeft Elon Musk gedaan met die mensen die ontslagen zijn. En zijn er effectief ook geen ex-Twitter-werknemers aan de slag geweest om deze applicatie te bouwen? En tot slot dat kooi-grapje, dat cagefight-grapje. Is dat ergens op gebaseerd? Komt dat er? Ja, het is ergens op gebaseerd. Het is op conversaties van beide heren gebaseerd. En er zou blijkbaar ook al contact zijn geweest met een organisatie die dat soort gevechten organiseert. Dus misschien een van de komende weken of maanden zullen ze ook echt een potje gevecht lanceren. De wereld moet niet veel gekker worden. Nee, inderdaad. Bram van de Putten, dank je wel. Dit was Ter Zake. Heel fijn dat u keek. Een ontspannende avond en een ontspannend weekend gewenst vanwege de hele club hier bij Ter Zake en graag tot maandag.